Ik heb problemen met mijn telefoon. Ja, als ik bellen wil, krijg ik te lezen bezet. Terwijl er niemand bezet is. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag maandag 24 februari en we leven om 13.55 uur. Ik heb problemen met mijn telefoon. Ja, als ik bellen wil, krijg ik te lezen bezet. Terwijl er niemand bezet is. Ik kan wel telefoon ontvangen, maar ik kan niet bellen. Dus dan ga ik proberen zometeen achteraan te gaan. En zo moet ik maar iemand sturen, want ik heb alles al gedaan. Ik heb de stekker uit de muur gehad, ik heb het modem. Waar die ook aangekoppeld is, heb ik uitgehad. Weet ik veel wat ik nog meer moet doen. Ja, dat ze helpen me maar. En, maar ik ga eerst even aan mezelf denken en de diertjes. En Rebecca, die komt ook. Dus ja, we zullen het beleven. Ik moet daar mijn profiler voor hebben. Waar ik bij ben. En dat is de al bekende Ziggo. Ja, internet heb ik. Televisie heb ik. Mobiel. Dat is toch ook Vodafone en Ziggo is in één gegaan. Dus ja, die doet het gewoon. Maar mijn huistelefoon niet. Dus ja, daar baal ik van. Dus Karin kan me wel bellen. Of wie dan ook. Maar ik kan niet bellen. Ja, moet ik bij deze doen. Maar die ligt rot in de handen. Maar ik wens jullie allemaal wel een welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Rebecca die komt dus. Ik moet dat weer opruimen, maar dat komt ook wel goed. Het staat niet op mijn rug. Kan al veel niet naar buiten, want het regent. Die is bang dat hij smelt. Rijka wil niet naar buiten, dat mag niet passen. Die wil niet naar buiten, die is ook bang dat ze smelt. Ik weet niet wat het met die dieren is, want het regent dus hier en niet zo zuinig ook. En het regent in één stuk door. Het is nog niet droog geweest en hoe heet dat? De ene keer gaat het harder dan de andere keer. Ja. De wind, nou ja, die is afgenomen. Het waait nog wel, maar hij is al afgenomen. Dus daar ben ik ook wel blij om, dat het rustiger is. Maar ja, ik heb wel een regenjas en ik heb mijn skibroek, dus ja, ik heb die skibroek, die pas ik nog steeds niet helemaal. Maar ik hoop dat ik er toch ooit weer in kan komen en anders ja, heb ik pech. Maar in ieder geval, ik zal verder gaan aan deze kant. Ewen is je daar, ik kan al wat hier rond reiken, die is bij het keukenraam, dus ja. Ze zijn allemaal gewoon dus binnen. Die wil gaan water drinken. Oh, toch maar niet. Nou, die staat daar. Rijka! Rijka! Ja, die hoort andere dingen, ziet andere dingen. Dus bekijk het maar, denkt ze. Hé, Rijka? Ja, hé? En Ewen zit op het hoekje van die vensterbank. Dus... Maar lieve vrienden, ik zou zeggen, wees jou maar het zonnetje, want het zal wel door het hele land zo wezen. In het buitenland, ja, weet ik veel. Ik heb gehoord dat het bij Spanje in de buurt ergens in de 20 graden is. Dus ja, en daar was ook zon gisteren, tenminste. Dus dat is lekker. Maar verder is door heel Europa is het rotweer en slecht en niet fijn. Er is gisteravond toch nog op de valreep wel een carnavalsoptocht geweest ergens. Ik weet 1, 2, 3 niet meer waar. En daar hebben ze toen van de gemeente de straatlantaarnpaals uitgedaan. Want de optocht die had allemaal verlichting. Nou, hoe mooi is dat?
Want dat vond ik wel even geweldig. Dat hoorde ik in het nieuws. Dat wou ik toch nog eventjes kwijt. Dat vind ik toch leuk. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze en doe je ding. Ik ga ook mijn ding doen. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, Rebecca die is alweer boven bezig. Die heeft haar thee al op. Ik heb mijn tweede bakje koffie voor mijn neus. We hebben al een gebakje op. Ja, lekker mokka. En ik heb Zico gebeld en hij doet het weer. Ja, ook heb ik Karen aan de telefoon, maar die heb ik even op stil gezet. Even de luidspreker eraf. En die man die heeft ons even heel goed geholpen en het is weer opgelost. Ja, hij heeft de boel aan die kant gereset. Dus ik ben daar weer blij mee. Kan weer telefoneren en woepie! Ja, dus wij kunnen verder gaan met deze, aan deze kant. Ik zal zo meteen ook weer even een vlog gaan renderen. En dan komt alles wel weer op zijn pootjes terecht. Ik moet Rijka moet ik eigenlijk ook nog uitlaten, maar die wil niet. Die krijg ik niet eens naar buiten met geen stok. Ik heb er al geprobeerd buiten te zetten, maar ze was alweer eerder binnen dan ik was. Ja, geen aanhaal. Dus dat is even afwachten totdat het minder regent. En dan de pas doorheen. Nou ja, dat komt goed. Ik heb mijn regenjas al opgezocht. En mijn skibroek aan. En dan ben ik tegen de regen bestemd. Ja. Zij heeft niet een regenjasje, maar je kan er niks aan doen. Ik ga er ook geen eentje kopen. Ik vind dat een stom gezicht. Honden die kleding aan hebben. Ze hebben kleding aan. Hun vacht is hun kleding, ja. Ze droog wel weer op, enkel ik vond gisteren wel weer even zielig dat ze doorweekt was en dat ze dan boven die kachel gewoon zit te trillen als een rietje. Dat vond ik wel weer even sneu, maar dat is een kwestie van wennen. Ja, simpel zat, dus is dat allemaal nog niet gewend, allemaal regen en storm en dat komt vanzelf wel. Ze is ook nog maar net 7 maanden geweest, de 18e dus. Gaat allemaal goed verder. Dus ja, enkeltje, ik kwam er net achter dat ze toch wat gegroeid was. Want ze sprong erop en toen sprong ze mee en met de kop tegen het raam aan. Ja, je wordt grote dame, dus denk erom. Even je andere sprong gaan zien te maken. Dus ja, toen was het even piep. Ja, kan er niks aan doen. Maar zo is het nou eenmaal. Als je groeit, ja, dan word je groter, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van deze dag. Druilerige, regenachtige, koude dag. Tenminste koud, ja, de regen maakt het koud. Maar de temperaturen zijn te hoog, ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes een keer weer retour. Rijka, die is stout geweest. Het is maar een kleinigheidje, maar toch, ze heeft het niet te doen, want ik moet wel weer een nieuwe kopen. En dat is een spons voor de ramen te lappen. Ja, stel je voor dat Rebecca woensdag de ramen wil lappen, of ja, wanneer dan ook. En heeft geen spons, maar dan moet ik voor die tijd een nieuwe spons halen. Zo duur zijn ze weliswaar niet, maar toch, ze heeft het niet te doen, want stel je voor dat ze spons in de lijfje krijgt, hè. Ja, ik hoop dat ik op tijd ben geweest. Want dat moet maar niet. Want dat zet uit, hè. Ja, ik hoop dat ze eruit poepen van hetgene wat ze al wel naar binnen heb gekregen. Ik moet het maar op een ander plekje zien te versieren waar ik dat moet doen. Ja, ik weet het niet. Ik zat altijd onder het aanrecht en nooit niet aan gedacht van ja, dat moet ik opruimen of zo. Nee, daar denk je niet bij na. Maar wanneer ze het gedaan hebben, ik had even geen internet op mijn mobiel. Ik was naar de FOMAR even weer een te goede wel gehaald, dat was nou wel. Maar ik had even geen verbinding, dus ik kon haar niet zien. Ja, een onbewaakt ogenblik. Maar we gaan tot orde van de dag weer over. Ze heeft straf gehad. Ik heb gezegd dat dat niet mag en een tik op de neus. Ik ben ook nog steeds bezig met renderen. Dat komt van alles en nog wat tussen. Dus daar laat aan begonnen. En dan er nog tussenuit. Dus we gaan weer graaien in de graaitas. Een pakje. En ik heb z'n kop. Kippenhaartjes. Voor 3,49.
Ik betaal voor die tas 3,99. En we zijn er nog niet. Dus, verder. Nog een bak. Met rucola sla van 1,39. Oh, niet vallen. Gewoon nog een pak. Kabeljauwfilet van 4,99. Ja, dit kan dat. Dat voelt er eng en raar aan. Au, lekker. Ja, dat is normaal gewoon 99 cent, dat is niet duur. Dat is van die aardappelschijfjes, die kun je ook lekker in de oven doen. Lekker. Oh, heerlijk. Ik zal geen prijs op staan voor zelf. Jawel. Dit is tenminste kleine verpakkingen. Snijbonen. Voor de prijs van 1,49. Nog een graai doen. Ja, ik voel nog wat. Ah! Dat is geraspte worteltjes. Voor 1,35. Maar lekker toch? Ja! Nou, toen was die weer leeg. Dus ja, dan gaan we eens even optellen. Ik moest voortaan even de rekenmachine erbij halen. Voor het begin met vloggen. Ja. Maar er moet er toch ook één uit. Dus kom mooi uit. Kom maar. Mag jij naar buiten? Hè? Mag jij naar buiten? Doei! Die naar buiten. Ga ik de rekenmachine pakken. En dat is die. Doe ik gelijk aan. En dan zijn we weer op de plaats van bestemming. En dan gaan we 1,35. 1,35 plus. Niet op zijn kop, want ik kan het niet lezen. 1,49. 1,49 plus. De aardappeltjes. 0,99. Plus de vis. 4,99 plus 1,39 plus 3,49 is, dat bestaat niet. Ha! Dat bestaat niet. 161, ja hoor, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb hem weer overnieuw. Gaan we weer opnieuw. 3,49. 3,49. Plus 1,39. Plus 4,99 plus 0,99 plus 1,49 plus 1,35 is 13,70 €. Ik betaal 3,99, dus zeg maar 4 €. Nou, kan het toch weer uit? Ja, toppie, geweldig. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, geweldig. Dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, ga ook gewoon naar Too Good To Go en bestel 's avonds
jouw pakket, jouw to-go-to-go-tas voor de volgende dag. Kijk bij jou in de buurt of een naburig dorpje of woon je tegen een stad aan waar je eventjes zo heen kan. Bestel het. Jij helpt dan de voedsel uit de vuilnisbak vandaan te houden. Want jij eet het op. Je kan het gewoon nog invriezen, allemaal. Maakt niet uit. Je kunt het opeten wanneer jij het eten moet. Maar het moet uit die winkel weg. Ja, want de winkel gooit het weg. Is ook eigenlijk bullshit, want het is niet nodig. Want breng het naar de voedselbank. Die zitten er om te schreeuwen. Maar ja, ik zit er ook af en toe om te schreeuwen. Denk ik ook van, ja, hè? Ik heb ook niet zoveel geld en niet te veel te verhapstukken. Dus komt mij wel uit, dit. Dan heeft men weer een hoop in huis voor heel weinig geld. Ja, en ik doe er hier weer tijden mee. Simpel. Maar ja, ik heb in de super nog een worstje, gehakt staafje en ik heb nasi. Dus komt allemaal goed. Ik zeg lieve vrienden, geniet ze. En tot later op de avond. Ik zou zeggen tot dan.